Yo mensen, Mark hier en we zijn weer terug met een nieuwe video van Call of Duty Modern Warfare. Ja, we spelen vandaag eigenlijk op de PC. Ik doe het eerste potje even met de controller. En het tweede potje gaan we gewoon met muis en toetsenbord doen. Dat is om te laten zien ook hoe alles in werking zit en hoe snel het gaat met loaden. Ik zit nu gewoon tegen Xbox en PlayStation spelers. Dat zag ik al in het begin lobby. Ik heb niet goed ingesteld, maar auw! Allemaal minuut geven. Zo snel gaat het ook voor niet. Nou, deze ging wat minder. Zijn nu niet goed? Nog? Er staan twee. Misschien op de verkeerde. Ik probeerde hem te pakken met een granaat. Werkt niet. Ja, ben nog steeds half ziekies. Maar ja. Bij het opnemen van deze video. Maar dat komt goed, jongens. Ah, is wat achter me. Lompia. Waarom zijn er nog steeds van die hedgehog glitchers? Zit allemaal achter in dingetje te campen. Ja, hij zit daar achter te campen. Enemy UAV overhead. Als ik daarnet al had met Chromatech, hadden veel last van campers. Nu nog steeds, omdat mensen gewoon die game niet kunnen spelen zonder een keertje gewoon normaal te gamen en te gaan lopen. Kijk, als je gaat campen, dat is gewoon niet tactisch spelen. En ik word weer spawn killed. Campers, dat zijn verschrikkelijke spelers. Tryharders. Nee, die gaat weer op mij, die gaat op mij. Had ik dat het al verwacht. Nou, zoals ik al zei, die potje gaat niet heel lekker. Ja hoor, hoe kon die me in één keer hebben? Een kakshotgun. En dit potje was niks. Op naar het volgende. En die ga ik ook gelijk weer met muis en toetsenbord doen. Nu op naar het volgende potje. Deze ging gewoon kak. Echt niet goed. Weer tegen PlayStation en Xbox spelers. Alhoewel, ik heb ook muis en toetsenbord, dus er zitten er een paar PC bij. Dus we gaan even kijken hoe dit potje gaat uitpakken. Dus ik zeg in ieder geval, succes! Zijn we dan met het tweede potje? Hoop van zegen. Dat het goed gaat komen. Weapons hot.
eentje te pakken. Eigen nadeel is dat... dus dat PlayStation en Xbox aim assist hebben. Controller. Jammer maat. Auw. Oh, free burst weapon. Het is een soort M16-3. Friendly UAV overhead. Maar ja, en zoals je nu ziet, speel met mijn toetsenbord. We've got control. En ik kijk, ben al veel beter dan met controller hier. Ik vind het ook stukken fijner gamen. Hoppakee. Maat, er zit achter je. Bloodthirsty. Jammer, maat. Ik had daar echt een flink paar te pakken. Kills ik een beetje. Oh, ik pak hem. Hup. Doei. Oppakken. Snel herladen. Oh, wacht. This is Jaguar 3-0. Solid copy. Beginning flyover. Ja, dat is het nadeel als je PC-gamer bent. Kak, dat was een shotgun. Die kon ik niet ontwijken. Oh, maar dat was geen shotgun. Maar speel je met Kroompie, dan ga je hartstikke kak. Monkey versla je nooit. Maar speel je alleen, dan ga je wel lekker. Kak, zag hem niet. Bokken. Ik vlees mezelf, vlees mezelf. Ik zit echt in een lobby die heel slecht zijn deze mensen. Moet ik toegeven. Ja, ga lekker. Eerst potje was kak, maar ja, die was ook half bezig al. Jammer maat. Shockers die zijn ook niet meer zo accuraat. En geef hitmarkers, dat is goed om te weten.
Heb je altijd weer zo'n kaksel kunnen in één team? Jammer, maar ik vroeg. Ik had er eentje neer. En dat was mis. Schoot heel vaak mis op me. Weapon rank up. Ja, shotguns hebben niet meer zo'n bereik zoals in Black Ops 4. Dat merk je nou al. Is prima. Allied cruise missile away. Wauw, hij zat in de zacht. Typisch plekje. Typisch plekje. Dan kom maar mee. Jammer maat. Ik weet niet hoe ik je al gedood. Maar oké. Okay. Tot nu toe vind ik de beta wel een lekkere gameplay. Ja hoor, we gaan met de shotgun om de hoek. Die hypnotist, dat is een shotgunner. Die is echt niet goed. Hij staat bovenaan. Niet zo bovenaan als mij. Op bokken. Enemy cruise missile incoming, take cover. Dus hier blijven. Ik had het al verwacht dat hij op mij zou worden gegooid. Opbok jij. Nou, victory jongens. 21 kills. Nou, zo zie je, het ging beter met muis en toetsenbord bij mij. Dit was wel een cam, kill cam. Nee, helemaal niet aan de game. Mensen, super dank voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later! Yes.